vlog gaat over planken. Oh, leuk. Ik heb al een plek. Ja. Gereserveerd. Mm-hmm. Ja. Ik ga kijken wat er gaat in. Niet te duur natuurlijk. Het programma gaat over goedkoop. Goedkoop, ja. Goedkoop is ja. Ja? Ja. En dan ga ik kijken. Oké. Is goed, laten we maar gaan kijken dan. Eerst altijd hier gaan even je handen sanitizen, zodat men kan zien. Ook even een beetje hand sanitizen voor mij. Anders het. Ja. Hartelijk bedankt. Ja, oh, oké, leuk. Planten moet je leggen, waarop sommige zijn echt plastiek. Ja. En bij sommige moet je nog wel kijken van, hey, is het echt of is het niet echt? Zodra je dat opmerkt van, is een plant echt of is het niet echt, ga ervoor. Maar bij sommige zie je direct van, hey, plastiek. Dit kan je zelf maken. Ja. Dit zou je zelf kunnen maken. Gewoon zitten en bedenken wat je allemaal kan gebruiken. Schelpjes bijvoorbeeld kan je overal vinden. Je kan hout vinden. Je kan rietstengels vinden. En dat creëer je hem zelf.
En ik denk dat ik dat ga doen. Dus kijkers, nog even geduld. Wanneer hij af is, zien jullie het wel. De merken Polsius. Sorry voor mijn vinger. Ze hebben dus rooskaarsen hier. Mooi, hè? Kaarsen met glitter in stervorm. Kijken, eigenlijk ja, we deden ook aan something like that shopping en dan gaan we nu naar Prijsmarkt. Het is een groot gebouw, grote supermarkt en eigenlijk verkopen ze heel veel dingen in groothandel, maar je kan ongeveer van alles daar vinden, hè, ma? Alles onder één dak. Alles onder één dak. Grote wagen, maar het is niet de bedoeling dat we hem gaan vullen. De wagens zijn gewoon eenmaal groot. Ja. En ja, let's go. Oh, 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 oh,
inmiddels al een paar dagen verder. Ik herken dit wel. Aankoop van de Floral Market. En dit is de plek die ik verruimd heb, ingeruimd heb om een tuin te maken. Mijn eigen tuin. En daar we niet beschikken over een tuin, dan doen we het maar in huis. En als je een plekje hebt in huis, dan lukt het best wel om zelf iets te creëren. Met plastic planten, maar je kan hem ook mixen met gewone planten die wel bestendig zijn voor de natuur. Voor de natuur. Die wel bestendig zijn wat de temperatuur betreft om in huis te laten. Deze lamp leent zich heel goed voor deze slingerplant. En dan beginnen we zo. Het heeft, als ik me niet vergis, heeft het de mogelijkheid, ja, het heeft de mogelijkheid om het in elkaar te duwen. Ja. Hij zit vast. Die zet ik dan achterin. Deze vestig ik ook. Kijkt u. Deze vestig ik ook hier aan. Zodat hij vast zit. Ja. En dan heb ik alvast dit resultaat. Ik moet hem wel vastzetten met een stukje tape, zodat hij niet opspringt. Ik vind hem alvast een geweldig resultaat. Wat is dat? Dit is een kist. Een van de kisten die ik overbak van mijn kastenproject. Die zet ik daar hier. Deze boy was ooit eens bestemd voor een lantaarn. Zo'n fles. Je kan dus wat ze zetten in de tuin, maar daar ik geen tuin heb, ga ik hem gebruiken voor mijn eigen tuin. Je kent ze wel, ze zijn voor buitenshuis met een fles erin waarin ze denk ik petroleum zetten, ik weet het niet zeker, maar dit gebruik ik dan voor hier. Ik heb de fles weggehaald en ik heb kunstbladen kunnen vinden. Ik ga hier druk in dit hoekje. Oké, dit is een oude lampenkap. Die ik heb geschilderd en een bladmotief gegeven, zoals dit. Zoals dit. Ziet u wel? Mm-hmm. Ik heb hem dus niet weggegooid. Mm-hmm. En ik gebruik hem voor mijn plant. Thank you.
En de rest decoreer ik. Het is ook goed om wat mierenpoeder te zetten voor de planten die wel echt zijn, die dus aarde hebben, want bij droog weer en heb je veel last van mieren. Verder beschik ik over een plankje. Je kan het zelf creëren met stenen met allerlei materiaal. Het is een mix van plastic en echt. Het ligt aan u om te onderscheiden wat echt is en wat niet. December, dan doet u weer dienst als verlichting. Ja, kijkers, dit is het resultaat. Ik vind voor mezelf en voor alle moeders die het zo druk hebben, je moet iets voor jezelf doen. Gewoon zitten, om je heen kijken en bedenken wat je allemaal kan doen met wat je hebt. Het hoeft niet duur te zijn. Creativiteit is door God gegeven. En in dit geval beschik ik niet over een eigen tuin, omdat we twee hoog zitten. Maar ik hou van planten. En ja, dit is het resultaat zonder die lastige vliegen. Weet je wel, kan ik lekker relaxen met mijn M&M en mijn chips zonder kids. Ja mensen, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En dit is mijn tuin. Ik heb een tuintje in mijn huis, maar alleen voor mij. Nja. Thank you.